Dit is een redelijk moeilijke tekst uit de vroegste Griekse toneelgeschiedenis, namelijk uit de Perzen. Een van de enige tragedie die we over hebben uit de oudheid, die een historisch thema beschrijft, namelijk de nederlaag van Xerxes bij de slag bij Salamis. En die is geschreven door Aeschylus. Aeschylus is een van de vroegste... Nee, wacht, laat ik zo zeggen. Aeschylus is de ons bekende vroegste Griekse tragedieschrijver. En dit is de oudste tragedie die er over is uit de oudheid. Het is niet een gebruikelijke tekst om vaak te lezen. Maar het is toch wel eens leuk om daar wat kennis mee te maken. Want het is nogal enigmatisch... moeilijk Grieks af en toe. En deze passage uit het eerste Epizodion, die beschrijft de droom van de Perzische koningin. Er staat niet echt bij dat het Atossa is, maar dat vullen wij dan aan dat het Atossa is, de moeder van Xerxes en de vrouw van Dareios, die wakker gehouden is een nacht door het feit dat ze droomde, wat hier door John Flaxman, een Engelse illustrator en kunstenaar uit eind 18e eeuw, althans dit is uit eind 18e eeuw, dit is het 1795, als illustratie is gebruikt bij een Aeschylus tragedie uitgave. En hier zie je ook wat die droom zo inhield, wat zij dus droomt. Deze passage is ook exact de passage waarin het staat van hoe de wagen als het ware voortgetrokken wordt door twee vrouwen. In vers 176 tot 187, waar ik het nu zo over ga hebben en die ik ook zo even ga behandelen. Deze hele Aeschylus passage wemelt van de aoristusvormen vaak. En ik ga dus ook wat ingewikkeldere grammatica behandelen, namelijk de grammatica van de presensversterkingen in de loop van deze screencasts. En aan het einde van deze kom ik nog even op een soort van presensversterking aan de hand van deze vorm aan het einde, lagusa. Verder kom ik nog even terug op hoe je nou een participium vertaalt. En je zult aan het Grieks af en toe zien dat die nog wat vreemd zo in elkaar zit. Er zitten wel wat dingen in waarvan ik wel van belang vind dat je ze dus vasthoudt tot aan je examen. Ik begin helemaal vooraan met polois. Nou, polois men aiai nukterois onai razin xun aim afhoeperpais epostellas enzovoort enzovoort enzovoort. Ik begin met xun aimi en hier zie je dat in deze tekst in verzen, ja, want die is natuurlijk in verzen opgeschreven. Dit is een trimeter. Toch nogal eens af en toe een letter wegvalt. Met name een klinker aan het einde. En die klinker aan het einde, die wordt dan uitgestoten omdat het volgende woord begint met een klinker. En dat verschijnsel, dat heet elisie. Mocht je dat nog niet weten. En dat xun aimi, is hetzelfde als sun. Ik ben samen. Nou, en waar je samen mee bent, dat staat altijd in de dativus. Ik pak er even het bijwoordje aiai bij. Dat is hetzelfde als wat je geleerd hebt als aai, is altijd. Ik ben altijd samen met een dativus. Wat staat er nou in de dativus? Nou, polois in ieder geval, nukterois ook. En onai, razi, sin, kan ik ook zien, is ook een dativus met vele nachtelijke dromen. En dus de mevrouw die heeft altijd vele nachtelijke dromen. Heeft ze niet altijd gehad hoor. Dat heeft ze afhoeper. Dat afhoeper, dat is apohoeper. Dus die pi hier is een fi geworden. Omdat deze hoeper begint met een spiritus asper. Sinds. Pais emos stylas straton. Ia onon gen oichetai persai telon. Oichetai is hier het werkwoord. Dat is eigenlijk presens. Oichomai is gaan, dus oichetai is sinds mijn kind gaat. Emos, pais, is nominativus, dus pak ik als onderwerp. Sinds mijn kind ging, vertaal ik er even, maar eigenlijk is het dus
presens, maar vanwege dat sensparkje dat ging. Sensbanken ging. Waar naartoe? Nou, dat naar een accusatief is, naar de gain. Naar het land, ja, of naar de aarde, naar het land Ia-Onon van de Ioniërs. Daar wordt mee bedoeld, Griekenland. Dan hoef je niet alleen maar te denken, oh, dat gaat naar Ionië. Dus een collectief wordt hiermee bedoeld. Sinds mijn kind, Xerxes dus, ging naar het land van de Ioniërs. Om wat te doen? Nou, om pers met twee dingetjes, namelijk Stylas Straton en Persai Telon. Stylas en Telon zijn allebei een participium. Je horen bij dat pais emos, mijn kind. Stylas is duidelijk participium van de aoristus. Dus ik ga zo meteen vertalen met nadat. En telon is participium van het presens. Dus ik ga zo vertalen terwijl. Nou, hoe zie ik dat dit een participium van de aoristus is? Dat komt van stello, met dubbele labda. Dit is een stam op een liquida, dus een molenaarstam, een mu labda nu of rho stam. Die heeft dus een pseudo-sigmatische aoristus, dus ik zie aan die alfa en een verlenging van deze L dat dat een aoristus is. Dat hoort bij dat pais emos, dus bij een kind, nadat hij iets gedaan had en terwijl hij iets deed. Nadat hij, wat had hij gedaan nadat hij Stylas opgesteld had en, dat hij, en terwijl hij wilde? Dan hoef ik alleen nog maar hier die accusatieven erbij aan te vullen. Sinds hij een leger opgesteld had en terwijl hij wilde, Persai, dat komt van Perto, vernietigen, dit is ook een aoristus infinitivus op Sai. Dus terwijl hij het wilde vernietigen. En Persai. Het hele stuk heet de Persen. Nou, dit is niet voor niets dat die Aeschylus hier kiest voor het woord Persai. En daar gaat mijn klokje als ten teken van dat het alweer een half uur verder is. Dus dat vertelt zij aan het koor. Want daaromheen staat het koor dat bestaat uit oude Persische mannen. Al utipo toyonde energeis eidomen. Hostes paroiten eifrones lexodesoi. Eidomen is hier mijn werkwoord. Oh, ik ga achteruit in plaats van vooruit. Dat is niet de bedoeling. Utipo is niet ooit, dus nooit. Hier is weer een alfa geëlideerd. Allah. Maar nooit zag ik voor mij eidomen. Van Horao is dan in één keer mediaal. Komt niet zo heel veel voor. Nou, Toyonde en Arges zag ik iets dergelijks duidelijks, staat dat letterlijk. Maar nooit zag ik zoiets duidelijks voor mij. Hostes paroiten eifrones. Als, dat is dan dat hoos. Tes paroiten eifrones. De nacht van vroeger. Als de afgelopen nacht. Eifrones is een soort eufemistisch woord voor nux, de nacht. En dan krijg ik Lexo de Soi, ja, want dat wil ze natuurlijk mededelen. Lexo de Soi, die Xi, is ontstaan uit een gamma en een sigma, dus Lego, sigma voor het futurum. Lexo de Soi, ja, een enkele sigma, niet sigma alfa, was aoristus geweest, sigma van het futurum. En ik zal het je zeggen, ik zal het je vertellen. Namelijk Yosoi aan het koor. Nou, wat dan? Edox satin, mooi duo genuike ei, ei mene. En de blablab, badabadabab. Hij is op zijn molijn. Nou, edox satin kan een dua, is een dualis. Het is een, ik heb die dokeo. Ik heb doxaten, daar zit die sigma van de aoristus al in en die epsilon van het augment. En ten is een tweewoudsuitgang. Komt in het Grieks wel een aantal keren voor dingen die met z'n tweeën zijn. Je hebt twee handen, twee benen, twee ogen. Alles waar je iets van twee benen hebt. Nu ga ik weer mis met mijn muis. Edox satin, duo gunaik ei monne is daarbij onderwerp. Ook een dualis vorm, gunaik ei monne. Twee goed geklede vrouwen verschenen of schenen. Dat pak ik zo meteen als schenen, maar ik laat hier nog even verschenen staan. Want ik, die twee vrouwen, die worden
zo meteen benoemd. Dat mooi dan nog even bij, aan mij. Schenen aan mij. Hij men, dit, hij de, dat. Dus deze combinatie, lidwoord men, lidwoord de, hij men, hij de een, hij de ander. Dat komt nog zo meteen nog eens een keertje terug. Hè? Hij men, Lada, hij de, Barbaron. Nou, hier hij men, hij de. Bij hom men hoort de precies hetzelfde, de een, de ander. Nou, de een, eskemene, versierd, dat is een participie van perfectum. Versierd, waarmee? Peploisi persicois, met persische jurken. De andere oute, doricoesi, de andere met dorische. Ook dorische is weer een onderdeel van dat hele Griekenland. Net als Ionische heb je hier dorische, maar dat wordt weer bedoeld Grieks. Hè? De een met Griekse, met persische jurken, de andere met Griekse. En dan hoort daarbij, hij is op zijn molijn. En daar komt dat schenen dan weer aan de oppervlakte schenen. Hij is op zijn naar de blik molijn te komen. Molijn is ook zo'n moeilijke thematische aoristus. En mol, de stam. Ja. Dus dan heb ik hem hier in zijn geheel gedaan. Heb ik nog over. Als ik hem helemaal eventjes in elkaar druk en wat ruimte maak. Megetijd, ton nun ek prepestata polu. Nou, dit is een lastige combinatie. Kalai tamomo kai kasigneta genus tautu. Ik pak eerst even de nominativi eruit. Het gaat namelijk over die twee goed geklede vrouwen. Nou, ek prepestata amomo en kasigneta. Zit ik weer met die dualis vorm. Ik begin even met Amomo en Kasigneta. En ik zet even die tus en die kais er doorheen. Want dat betekent ook alleen maar en dit en dat en zus. En Rijn en zusters. Nu heb ik dit meketij en dit kallei. Wat komt van een sigma stam van groep 3. Van meketos, grote. En kalos, schoonheid. Dat heeft als dativus meketij. En als dativus meketij, net zoals dit genus, komt van genos. En je zou denken, genus is dan misschien accusatief is meervoud. Maar dat is het niet, want het komt van een sigma-stam. Dus is het genus, gene, genitivus, genusos eigenlijk. Al die woorden, meketos, kalos, genos, die onzijdig zijn van groep 3, die hebben dat rijtje. Dat is een apart rijtje. Dus, en zusters van hetzelfde geslacht. Dan heb ik in ieder geval alvast dit. Wat waren ze? Ze waren rein in schoonheid. En zusters van autu. Autos met lidwoord ervoor. Hetzelfde genus geslacht. Ook over dit toon nun polu. En in grote, letterlijk staat hier een superlativus. Ek prepestata. Een grote, veel superlativus. Nou, veel bijzonderst staat er. Letterlijk. In het Nederlands zou je, zeker omdat hier die genitivus staat, gaan vertalen bijzonderder dan die van nu. En in grote, veel bijzonderder dan die van nu, van de vrouwen van nu. Nou, dus blijkbaar zijn die dames nogal aan de grote kant. En ze waren rein in schoonheid en zusters van hetzelfde geslacht. En dan krijg ik weer nog een keertje hemmen, hedde, want hier staat nog een keer hemmen, hedde, de een. De ander, hier ook hemmen, hedde, de een. Enaion is het werkwoord patran Hellada. De een bewoonde Griekenland, Hellada, patran als vaderland. De een bewoonde Griekenland als vaderland. De ander, ja, het barbaarse land als vaderland. Krijg ik dan zo meteen erbij, hè? De andere een barbaars, dat wil zeggen Perzië. Overal waar ze brabbelen in Perzië dus. Nog over, Kleroi, Lachusa, Gaia. Nou, Lachusa komt van Langano.
is een participium van de aoristus, la huza. Dus nadat zij verkregen had, gaian, nadat zij het land door het lot verkregen had. Dus wat ziet zij? Twee goed geklede vrouwen, één in Griekse kledij, andere in Persische kledij. Ze zijn allebei prachtig en geweldig. En de één die woonde in Griekenland en de andere in Perzië. Even over dat Lachusa, want ik zei van ik kom even terug op de presensversterkingen. Nou, Lachusa is een participium wat komt van de aoristus Elagon. Elagon is een thematische aoristus. Ik zie nergens een zichtbaar of iets dergelijks. Thematische aoristus. Die thematische aoristus die komt van het werkwoord Langano. Langano is verkrijgen. En deze hele structuur van Langano doet je misschien denken aan een aantal andere werkwoorden die je kent. Namelijk Lambano, pakken. Mantano, leren. Tungano, Lantano. Dus het alles wat op ano eindigt. En je kunt hem natuurlijk ook mediaal hebben. Puntano, mai, vernemen. Maar dan zit er nog steeds een an in. Nou, dat an, dat is een presensversterking. Dat komt namelijk als je kijkt naar de aoristus Langano wordt Elagon. Lambano, Elabon, Mantano, Ematon, Tungano, Etychon, Lantano, Elaton, Puntano, Mai, Epitomen. Dus die an, die verdwijnt uit de stam. Dus eigenlijk is de aoristus de zuivere stam, en dan heb je in de presens worden daar wat dingen aan toegevoegd. Bijvoorbeeld an, zoals je dat hier ziet. Nou, als ik dat eruit haal, heb ik nog steeds over een stam die niet exact hetzelfde is als de aoristusstam. Er zit namelijk nog een lettertje tussen. En dat is een zogenaamd nasaal-infix. Een nasaal-infix, dat is nou mijn neushouding dicht, dat is een neusklank. Meestal een nu. En met een nu spreek ik uit met mijn neus. Hou je neus maar eens dicht als je nu uitspreekt. Dat lukt je namelijk niet. En dat nasaal-infix, zoals hier bij mantano en lantano en puntanomai, is ook als het ware een lettertje om aan te geven, dit is een presens, het versterkt de stam. En infix wil zeggen dat het in de stam komt te staan. Dus die stam put, hier, die je ziet in epitomen, wordt dan punt anomai. Eventueel kan die nu zich assimileren. De infix past zich dan aan op de volgende medeklinker. Dus je ziet hier bijvoorbeeld lambano en tungano en langano. Nou, dat komt zuiver en alleen omdat als er een gutturaal is in het spel is, dus hier de gi, een keelklank, een kappa gamma of gi, dan wordt die infix een gamma. Die past zich namelijk aan. Je hebt dan van langano wordt langano. En bij lambano heb je een labiaal, dat is een lipklank. Dus heb je dan niet lambano, maar die nu, die past zich aan aan waar de plek waar die beta gemaakt wordt. Dus bij andere woorden mu, lambano. En bij tungano precies hetzelfde. Die gi wordt achteraan gemaakt, dus die nu die trekt naar achter in je mond. Tungano. Dus deze werkwoorden die op haar ano eindigen vaak, die hebben dan dus ook vaak zo'n infix als presensversterking. En dat maakt het je misschien wat makkelijker om die thematische aoristi van die stamtijden te leren. Dus dat je Elagon hebt, dat je dan bij Langano gaat zoeken. En Elabon bij Lambano, Lantano, Tungano, Lantano en Puntano mai. Dus deze lettertjes. Eigenlijk is dit dus niet de zuivere stam in het presens, maar dat is een versterkte stam om aan te geven dat het een tegenwoordige tijd is. En zo heb je verschillende soorten van presensversterkingen. En die kom ik in de loop van deze Aeschylus tekst allemaal een beetje tegen. Dit was de eerste. Nasaal infix plus an. En dat allemaal bij deze twee vrouwen die goed gekleed waren. Eentje met een Perzisch ding aan en de ander in een Dorisch, oftewel Grieks kleed. En die gaan natuurlijk iets doen, want dat zie je hier al aan die wagen, maar daar kom ik dan in het vervolg op terug.